We gaan napraten over de wedstrijd. Dus Peter tegen Go Ahead Kampen. 1 tegen 4 werd het hier vanmiddag op de Wildzang. Aan mijn rechterzijde Marco Roelofsson. Links natuurlijk Freddy Smit. Eerst maar even, Marco. Jullie wisten de druk te zetten. Toch duurt het nog even voor het eerste doelpunt valt. En dan blijft het heel lang 1-0. Ja, dat klopt. Ik was niet tevreden hoe wij begonnen aan de wedstrijd. We hadden afgesproken dat we veel felle druk zouden zetten nog. Dus dat heb ik in de rust ook proberen aan te geven. Het was van onze kant vond ik niet heel goed begin. En natuurlijk heeft het ook met de tegenstander te maken die zich massaal inzakte om het speelbal klein te houden en ons moeilijk te maken uiteraard. Ja, wij wisten niet zo heel veel te creëren. We kwamen op een gelukkige manier op voorsprong. En dat speelde ons in de kaart. Uiteindelijk moet dan de tegenstander op een gegeven moment ook een keer keuzes gaan maken om ook tot scoren te komen. Dan moeten ze toch iets verder eruit komen. En dat was via gelukje kwamen we op voorsprong. Freddy, wat was het plan vanmiddag? Het plan was in ieder geval om tegen een 5-3-2 waar zij spelen, om ervoor te zorgen dat we in eerste instantie verdedigend goed stonden. Dus dat we gekozen hadden om onze buitenspelers in eerste instantie zoveel mogelijk de backs op te laten vangen. Dat was wel een bewuste keuze en dat je daardoor achteruit gedwongen werd. Dat was duidelijk voor iedereen. Wat we vergaten was om met name bij momenten dat we eruit kwamen op te stappen en dan nog te veel achterop bleven hangen, waardoor we niet 10, 15 meter hoger kwamen te spelen. Dat deden we vooral niet goed. En wat we vooral ook niet goed deden was onze een middenvelder vrij zien te krijgen die onze spitsen kon bedienen. Want ik vond wel dat Kooi Kampen verdedigend in een heel groot veld met drie mensen best open stond. En met drie snelle jongens die wij hebben, moet je daar meer van kunnen profiteren. Dat is ons eigenlijk in eerste helft maar een aantal keren gelukt waar wij nog een paar keer heel slordigheid uitspeelden. En waar we best wel wat mogelijkheden hadden. Neem niet weg dat Kooi Kampen de overhand had. En inderdaad, dat gelukje, ja, onze keeper coacht blijkbaar onze middenvelder dat hij de bal moet laten gaan. Maar er stond nog een speler van hun tussen, die moet de paal tikken en vervolgens wordt hij binnengebracht. Dat is wel heel sneu en zonde. Want dan moet je in de rust en inderdaad heel voorzichtig gaan omzetten en ook praten over van oké, als het straks na een uur nog 1-0 is, ja, dan gaan we voorzichtig gaan forceren richting eind van de wedstrijd. Had je toen ook al aangegeven in de rust van dat je met Lars vanaf de 60ste minuut, zeg maar de 60ste minuut, zou willen proberen? Nee, niet direct met last. Dat wou ik even aankijken. Ik wist dat Karim nog een kwartiertje kon. Maar we wilden ook even zien hoe die wedstrijd liep natuurlijk. En op het moment dat je wisselt hoop je dat het nog steeds 1-0 is. En dat je dan langzaamaan kan gaan opschuiven in het veld. En het heeft geen zin om direct in de rust dat te doen. Want dan geef je misschien de wedstrijd na 5 minuten weg. Terwijl je, als je op 1-0 staat moet je vooral zien dat je in de wedstrijd blijft. En zien dat je rustig aan daar naartoe schuift waar je naartoe wil. Steeds iets hoger op het veld. Ja goed, en dan valt die 2-0 binnen. En die valt eigenlijk precies op het moment dat we zo'n beetje wisselen. Dat is natuurlijk wel een beetje dat is natuurlijk wel de next level. Het was een prachtig doelpunt overigens van Hendricks, Marco. Ja, dat klopt. Nick is aardig in vorm en heeft een heel goed schot in dat linkerbeen. Want hij heeft later schot nog een keer op de kruising. Maar Nick, man in vorm, zeg ik, en die heeft het goed gedaan. Je wisselt Wiegers, je wisselt Wessels voor Meraki en Doufikar. Daarna gaat het wat makkelijker allemaal. Ja, ik ben met drie spitsen gaan spelen omdat we te weinig gingen creëren. En Samir Meraki is toch wel een man van de acties die wat kan forceren. Het ging iets te veel voor eigen geluk. Dat brak ik hem een beetje op. Maar hij kan wel een man passeren. Dat was eigenlijk mijn intentie om hem te brengen daarin. Was dat dan niet een risico? Al in de 60ste minuut wissel je ze. Dan is het nog 1-0. Om dan al met drie spitsen te gaan spelen? Nee, ik was niet tevreden hoe het ging, dus weet je, dan moet je inbreken en aangeven van, dat ik niet tevreden was. Dus ik heb het systeem omgegooid en ik denk dat wel, niet dat, mede daarom dat we dan die doelpunt zijn gaan maken, maar was wel even terug naar het bekende en vertrouwde ook voor iedereen. En ik dacht met Meraki nogmaals dat die de kant ook moet openbreken. En Wail die is ook op de goede weg bezig. En die geniet dan ook een wisselbeurt. Ja, dan wordt het 3-0, Freddy. Beetje vertekend of niet? Ja, misschien qua speelbeeld niet. Qua kansen vond ik dat moment wel. Want ik vond dat wij heel slordig waren op het moment dat we mogelijkheden kregen. En daar konden we echt wel beter mee omgaan. En als je kijkt naar bijvoorbeeld 2-0, ja. En je ziet dat hij gaat schieten, dat hij daar zo binnenvalt.
De 3-0 is gewoon waar we van de week toevallig met trainen ook erg over gehad hebben. De ballen worden aan de zijkant uitgehaald en dan zeggen we slingen die ballen erop. En we hebben 4 man voor de goal. Waarbij die bal dan, ja, die moet je ook een beetje geluk hebben dat die goed valt. Dat doen we niet. En vervolgens spelen we de bal hem en wordt direct afgestraft en ligt de 3-0 bij ons in het netje. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele slordige fouten. Die er wel uit moeten. Want die jongens moeten wel beseffen dat als we onderin staan, dan hoeft het niet altijd even mooi of met balletjes over 5 meter. Dan moeten de ballen er ook gewoon simpel heen gebracht worden, waar we de strijd aan gaan. En daar moeten we het halen. Nou ja, goed, zo'n 3-0 is dan funest. En dan maak je natuurlijk nog zelf wel een prachtige goal. Eerlijk is eerlijk. Ja, dan zie je toch ook wel de het verschil tussen. Kijk, je noemt net de twee invallers bij Coward Kampen. En Marco zei voor de wedstrijd dat hij eigenlijk op dit moment ook geen blessures heeft. Ja, als je dit soort jongens vanaf de bank kunt brengen met een surplus aan kwaliteit, want dat heeft die rechtsbuiten gewoon, die Meraki. Ja, dat is natuurlijk voor iedere ploeg een genot om dit soort spelers te kunnen brengen. Dat is nogal een slok op een borrel wat dat scheelt dan op zo'n moment natuurlijk. Ja, heb je nog enig moment in de wedstrijd gehad dat je dacht van nou, we kunnen nog eruit terugkomen? Ja, zeker wel. Elk moment eigenlijk. Ik vond wel, je wil langzaam aan het veld overschrijven, je hebt ook een plan, je ziet natuurlijk ook wel als hij Meraki brengt, dat ook wel een surplus brengt voor een... Het is altijd rust te vinden bij Coward Kampen, bij de jongen. Dus dat is wel een surplus. En wij speelden op dat moment, zetten we net Andrew door naar ons middenveld toe, om daar een ook te forceren. Hè. Die liet hem op die kleine jongens spelen, zeg ik dan maar even voor het gemak. En dan wil je forceren, maar ja, op dat moment valt precies... We hadden nog geen halve minuut gedaan op de 3-0 viel. Ja, dan is het wel klaar. Dan is gespeeld, hè? Dan is het wel klaar. Dan wordt het nog 4-1, Marco. Ja, dat klopt. Dat was ook uit een vrommel situatie, maar een vrije trap uit de hoek. Een halve corner. Ja, ik viel gelukkig voor de voet van Bram van Henk. Ja, hij tikte hem netjes in. Ja, als we dan even kijken naar de stand, hè, bovenin. NSC en Bennekom die het samen uit gaan maken. Jullie op toch behoorlijk puntenachterstand nog. Ga je nu voor een periode? Ja, als we toch voor de prijs moeten gaan, dan moeten we niet grijpen natuurlijk. Dan blijft dat eigenlijk open, hè? Zeker. Maar we hebben een relatief makkelijk programma in het begin. En uiteindelijk krijgen we de bovenste krijgen we dan daarna. Dus ja, we kunnen erin groeien in de periode. En ik hoop dat we dat gaan beseffen. En met dat een goede gevoel het einde van de competitie ingaan. Ja, Freddy, Marco zegt al, zij krijgen de bovenste nog. Je hebt de eerste 4 nu gehad. Ja, ik denk wel dat wij... Kijk, je moet altijd vertrouwen houden in jezelf. En dat zeggen we tegen elkaar net in de kleedkamer ook. Kijk, ik denk ook echt dat we de 4 ploegen hebben gehad die ook op papier, maar ook in het veld duidelijk beter zijn dan ons. En ik denk ook... Ik ben er ook wel van overtuigd dat we nu de ploegen krijgen. Als wij de boel bij elkaar krijgen. Giel-Jan die was er nou vandaag geschorst. De Last die is weer ingevallen erbij. William die was dan ziek. Nou, ik hoop dat die voorzichtig aan ook weer wat beter wordt. Waardoor je de groep wat groter krijgt. En dat je ook met die ploegen kunnen we echt wedijveren om de punten. Ik denk niet dat er daar één direct zover beter is dan bijvoorbeeld de eerste 4 in de competitie. Deze ploegen staan niet van iets waar ze staan bij de eerste 4. Ik denk dat wat ik tot nu toe gezien heb ook gewoon klopt. En ik hoop dat Marco vooral doet wat hij net zei. Dat hij in die periode groeit en volhoudt. Want volgens mij krijgen ze Dronten en Twente achter elkaar. Ja. Dus ja, dat is voor ons heel belangrijk. Dus ik hoop ook echt dat het gaat lukken voor Coward Kampen. Maar die krijgt Nunspeet ook nog, hè, Dronten en Twente. Zeker. Maar goed, het is wel belangrijk als Marco ze nu alvast pijn kan doen. En dan moeten we uiteraard aan de andere kant simpelweg ons eigen werk doen en zorgen dat we punten houden. Ja, bovenin is de spanning er een beetje uit, hooguit tussen de nummers 1 en 2. Maar onderin is het wel spannender geworden, hè? Met de overwinning van Enter op ASV Dronten met 4-1. Andersom toch? 1-4. Oh, ik dacht dat andersom was. Dronten-Enter 1-4. Oh, oké, dat hebben ze me net anders verteld. Hartstikke spannend geworden. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Enter is natuurlijk wel zo'n vechtmachine die degradatie voetbal kan spelen. Wij zullen dat maar moeten gaan bewijzen in de komende 9 weken dat we ook dit soort werk aan kunnen. Ja, volgende week wacht Barneveld, de nummer 5. En daarna al die ploegen die om jullie heen zwerven, zeg ik dan maar een beetje. Ja, zeker. Ja, dat is maar ook inherent aan ons programma. Want wij starten natuurlijk, zoals Marco dat net schetste, starten wij helemaal andersom met alle bovenste. Maar ook Barneveld volgende week. Vind ik ons zeker niet kansloos, ook gezien onze eerste wedstrijd. En ik denk ook dat we vanaf volgende week hopelijk dat ook kunnen gaan laten zien en dan nog wat punten gaan halen. Hoe zit het met de geblesseerde? Lars van Wetering vandaag terug. Ja. Kiesleer, daar heb ik al lange tijd niks meer van gehoord. Ja. Jullie ook niet? Nee, wij ook niet heel veel. Nee. Ik denk, hoe zou ik dat nou eens netjes zeggen, maar wij ook niet heel veel. En hij heeft zijn middenvoetsbeentje toegebroken. En daarna is het wat moeilijk om... Om hem op dit moment terug te krijgen.
William, die is dan, wat ik zei, een nierbekontsteking. Dat is natuurlijk heel, je moet goed op je gezondheid letten, dat is heel belangrijk. Dus dat is, daar moet je niet forceren. Las gelukkig weer terug, nou heel fijn om te zien. Even kijken, Peter, ja, Peter Huigen, die heeft natuurlijk zijn enkelband ook ingescheurd. Ja, dus dat zal ook nog even duren, denk ik. Die heeft wat moeite om, dat dubbel nog niet echt voor elke keer weer dik die voet. Ja, en andere jongens zijn zo langdurig dat je, daar hoef je voorlopig nog even niet op te regelen, op Mark en op Las. Mark, hoe zit het bij jullie met geblesseerden, zeker geschorsten? Wij hebben iedereen fit, dus dat is ideaal voor een trainer. Dus kun je gewoon met grote aantallen trainen en jullie ding doen. Wie is volgende week de tegenstander? Dronten. Wij krijgen Dronten thuis, dus wij gaan ons best doen om daar de serie uit te breiden. En je gaat Ferry een handje helpen? Ja, natuurlijk. Ik denk alleen maar aan mezelf natuurlijk. Ja, maar daar, je mag tegelijkertijd aan jezelf denken. Goed zo, maar wij gaan Nunspeet helpen. Oké, veel succes hier. Dankjewel voor het gesprek. De afloop van de wedstrijd Nunspeet Go Ahead Kampen 1 tegen 4. Dankjewel. Dankjewel.